Yo mensen, welkom bij deze nieuwe video. En wij gaan vandaag weer naar het zwembad. Maar ik ga mijn eigen eerst heel goed insmeren weer, want ik was gisteren hier zo op mijn nek verbrand. Dus dat wil ik nou weer niet hebben dat dat weer gebeurt. En ja, we gaan wel zien wat er weer gaat gebeuren. Ik ben onderweg naar het zwembad en ik heb hier een fles met water, maar dat is nou geen water, dat is helemaal ijs. Oh, wacht even. Ja, dat is nou ijs. Kijk, je kan het gewoon zien, het ijs, maar dat is gewoon een goeie, want dat is lekker koud. Maar ik moet daar even die dopper afdraaien, want hij begint, je hoort het al, hij begint op te blazen. Je moet echt heel de tijd bukken hier, jongen. Fucking hinderlijk, maar ja, maakt niet uit, wel lachen. Sommige kinderen weten echt niet wat doorglijden is, maar ja, maakt niet uit, ik wacht wel. Terug van het zwembad en we gaan vandaag iets anders eten als een bakplaat. Dit is pasta namelijk. En natuurlijk gaan we buiten eten. Dus eet smakelijk! We zijn onderweg naar het voetbalveld, want daar is een soort partijtje of zo en daarna gaan we zwemmen in de zee. Dus let's go! Het is dat jullie niks kunnen ruiken, maar het hangt hier een partij muggenspullucht in de lucht. Maar ja, we zijn bijna bij het voetbalveld al. Zwemmen! Wow. Hey, moet je zien hè? Oh, koud! Stout in mijn mond. Ik ga helemaal stuk. Yeah.
gaan lekker friet halen. Dus even zoeken waar het is. Maar ik denk dat we het wel kunnen vinden, want we gaan gewoon bij die pizzeria daar lopen. En dan zien we wel. We gaan lekker precies onder de deur staan in de tocht. Want dan is het lekker warm of lekker koud, want het is veel te warm hier. Maar we zijn lekker aan het wachten op onze friet. We hebben de friet, ja ja. Hier is ze. En hier zo is trouwens ook de ene zwembad bij het strand. Dat is hier. Nou, we zitten dus weer terug bij de caravan. Om te zien. We zitten in zo'n box. We hebben 6 boxen. Want we hebben extra honger, dus wij pakken er gewoon 2 de neus. En we hebben hier nog worst. En ja, volgens mij is het gewoon goed, hè? Poh. De wind komt van de andere kant. Heb je die wolf al gezien erachter? Het is een beetje kut weer aan het worden, maar het waait fucking hard dus. We hoeven ons eigenlijk niet in te smeren met muggenspul, want die waaien toch allemaal weg. Het is gewoon zo laat, dus het is nog helemaal niet donker eigenlijk, normaal gesproken, maar de lucht is fucking donker al. Wow, dit is vet hoor. Oh, misschien had ik hem. Wow. Oh my god. Wow, die had ik. Ik had hem. Ja. Oké, ik ben bij de caravan van ons. En ik hoop dat jullie de beelden op mijn telefoon, van mijn telefoon, een beetje vet vonden van het onweer bij de zee. Ik vond het echt fucking vet, want overal waren zo helemaal flitsen en zo. Maar ik ga nu weer lekker slapen. En morgen is er weer gewoon lekker weer een nieuwe dag. Dus ik zou zeggen, nee wacht, het is nou nog steeds aan het regenen trouwens. Heel licht, aan het stippelen noemen we dat. In Brabant dan. Niet overal in Brabant, maar waar wij vandaan komen wel in ieder geval. En dat betekent gewoon dat het een beetje aan het druppelen is. Gewoon een paar... En daar op de zee is het nog steeds aan het onweerregen. Een dikke flits was het net. Maar goed, welterusten, tot morgen.